Ga zo naar de bibliotheek. Goeiedag. Hallo. Ga zo naar de bibliotheek. Ik moet een paar dingen uitprinten. En even kijken, ja, de wasmachine is nog klaar. Ik moest even mijn moeder even de was ophangen. Dus ga even de was ophangen. Ga even de was ophangen. Was ophangen. Zo, klaar met was ophangen. Ik ga nu dus op weg naar de bibliotheek. En ik ga even een advertentie uitprinten waar ik al best wel een post mee bezig ben. En we gaan kijken of die gaat werken. We gaan ermee aan de slag. Het is best wel een gave advertentie, leuk. Een beetje gedurfde advertentie. Dus ga kijken of we er aandacht voor krijgen. Ah, jongens. Maar ik, ja. Het gaat nog wel even duren voordat ik hem mag. Voordat ik hem ga plakken. Of op Facebook ga laten zien. Of op YouTube. Tenminste, aan jullie ga ik hem wel laten zien, denk ik. Ik ga even kijken hoe dat eruit ziet. Bij de bibliotheek. Ik moet het even daar uitprinten, want ik heb hier thuis geen printer. Dus ik ga daar bij de bibliotheek uitprinten. Wordt leuk. Vandaag is een markt. Dus het zal wel druk zijn op, in het dorp en zo. En het is veel windje. Maar dat wordt leuk. Druk in de markt. Naar de bibliotheek. Ja man, grappig. Ja, lekker wel. Mooi zo man, ja man. Waar ga jij naartoe? Ja, ik moet dat ergens op lang doen. Jij gaat werken? Ja man. Oh ja, lachen je. Nou ja, werk ze. Ja. Net weer terug van de bibliotheek, van mijn wandeling naar de bibliotheek. Ik heb de advertentie uitgeprint. Het was dan best wel druk daar zo trouwens op het markt. Maar het was wel leuk, leuk om te zien. Iets voor gedaan daar zo, gelijk naar de bieb geweest. En dan weer terug. Ik had wat moeite met het uitprinten, want ik had een paintbestand had ik in de ISB gedaan. Ik kon het daar niet uit gaan printen, dus ik moest dus even een Word gaan doen voordat ik het kon uitprinten. Dus dat had ik even gedaan, ook even wat moeite mee. Maar het is helemaal gelukt. Ik zal jullie laten zien wat eruit kwam. Ik laat het nog wel even wat beter zien, maar dat is hem een beetje. Even kijken. Ik laat jullie hem zien. Hier is hij. Maar ja, nu weer terug thuis. Ik ga zo meteen weer beginnen met
met bellen. Even bedrijven bellen en mailen. En dat was wel leuk. Wat leuk. Dus de hele tijd hetzelfde doen. Constant hetzelfde. En dat is nogal vermoeiend, maar ik moet het volhouden, want als het. Het begint een beetje te werken. Met het bedrijf dat ik vandaag. Ik zou nog eigenlijk vandaag naar een bedrijf gaan. Maar we hadden de telefoon eens even gebeld en zo. En hij gaat een petje kopen. Dus ik ga binnenkort daarheen sturen. Ik ga binnenkort even verwerken en zo. Dus dat, die is binnen. Dat is een klant in Amsterdam. Klein winkeltje in Amsterdam. Dus ik ben er niet echt heen geweest. Want hij zei, nou, ik ben behoorlijk druk. Maar ik zou de pet wel willen kopen. Om te kijken hoe het gaat lopen. Dus hij koopt het en dan gaat hij kijken hoe dat loopt. Wat eruit valt te halen voor hem. En dan als het goed gaat bij hem, dan gaat hij meer bestellen, zei hij. Dus dat komt wel goed. Maar is wel leuk. Ik ben wat dingen aan het leren. Ik ben wat dingen van Porsche aan het kijken en zo. Weet je, merk verfijning. Maar wel leuk. Maar dus is nogal vermoeiend. Kost veel moeite de hele tijd zelf te doen. Mailtjes versturen, bellen. Maar ja, dat is het proces. Dat is het proces. Dus wat ik nodig heb is vooral mond-op-mond reclame. Dus hoe meer ik verkoop, hoe meer dat komt. Dus, maar dat is allemaal op zijn tijd. Heel simpel. Waar wij voor staan is gewoon feitelijk gezien heel simpel. Wij geloven echt in dit zin. The only thing about a man that is a man is his mind. Everything else you can find a pig and a horse. Weet je, het enige wat een mens maken is zijn gedachten. En wij prijzen de gedachten van mensen. We houden van de gedachten van mensen. En we willen dat de gedachten van mensen de juiste gedachten zijn. Want als je de juiste gedachten hebt, voer je de juiste dingen uit. Als je de juiste dingen uitvoert, wordt je lichaam, je ziel, je emotionele stand wordt vervuld. En als je vervuld bent, ben je een gelukkig mens, weet je. Dat is waarvoor wij staan. En daar vandaan de logo. Logo een brein. Vandaar dat de logo een brein is, weet je. Als je draagt, als je ons product draagt, dan merk je echt verschil. De kwaliteit. Maar vooral het gevoel dat je geeft, dat je meer bent dan wie je bent. Ja, dat je meer bent dan wie jij zou kunnen bedenken dat je bent. Terwijl je gedachten bent, maar dat je meer bent dan dat. Ja, je bent je gedachten, maar je bent ook meer dan dat. Dat is waarvoor wij staan. Dat is waarin wij geloven. Wij geloven dat jij uniek bent. Weet je? Ik zal een klein videootje laten zien. Ik laat een klein videootje zien van het proces van het moment dat jij. Voordat jij geboren werd. Dat is waar. Een klein procesje van voordat jij geboren werd. Wat je had meegemaakt. Voordat je, als het ware, de wereld uit inkwam. Voordat je uit de wereld kwam. Laat ik zo zeggen. Uit de wereld. Uit je moeder. Jouw wereld. Voordat je daaruit kwam. Wat je allemaal had moeten doen om jouzelf te vormen. Ik laat een klein videootje daarvan zien. Je gaat het leuk vinden. Maar, weet je, dat is zo geweldig. Het feit dat jij eruit kwam. Uit de 4 miljoen spermcellen die in jouw moeder was. Ben jij degene die het sterkste was, als het ware. Die het sterkste was, want jij was de beste zwemmer. Jij was de beste zwemmer. En weet je, dat is uniek op zichzelf. En het feit dat je lucht inademt en uitademt. En dat jij een deel bent van een grotere plaat. Dat jij een deel bent van iets groter dan jezelf. En dat is de wereld. En je bent de wereld en je bent een deel ervan. Je bent erin en je komt eruit. Jij bent het en het is jou. En weet je, dat is waar ons merk voor staat. Jij bent uniek. Jij moet weten wie jij gelooft te willen zijn. Want als je weet wie je bent, als je weet wie je wilt worden, als je weet wie je wilt worden, weet je wie je bent. Dus creëer een gedachte voor jezelf van dit is wie ik wil worden.
En stel jezelf de vraag, wat zijn de dingen die ik moet doen om daar te komen? En die dingen die ik moet doen, gaan ze me vervullen? Gaan ze mijn emotionele stand vervullen? Gaan ze me blij maken of boos maken of chagrijnig maken? Gaan ze me de vrijheid geven die ik wil? Stel jezelf die vragen. En wij willen je gewoon herinneren aan wie je bent. Wij zeggen dit. Dit is een van onze favorieten. Ja. Nou, dat laat ik zo zeggen. Dit is onze essentiële kern. Dit is waaruit wij zijn ontstaan. The only thing about a man that is a man is his mind. Everything else you can find a pig and a horse. So, remember who you are in order to think different so you can push the human race forward. Huh? Remember who you are in order to think different so you can push the human race forward. Weet je? Dat is waar wij in geloven. Weet wie je bent. Weet wie je bent. Herinner je wie je bent. Want als je je herinnert, als je weet wie je bent, dan kan niemand van de buitenkant of niemand jou tegenhouden in wat jij wilt. Niemand kan je tegenhouden in wat je wilt als je weet wie je bent. Dat is het gewoon. Dat is een simpel feit en daar geloven wij echt in als merk. Dat is waarvoor wij staan. Dat is ons doel, dat is wat we willen uitstralen. Ja. Op wat voor manieren? Creatieve. Energieke manieren. Even kijken. Ah, kijk, mooi. Ik ga even een paar dingen uitwerken. Ik ga even een paar dingen uitwerken en dan kom ik zo weer terug. Ik ben dus heel eventjes bezig geweest, niet zo lang nog. Ik ga zo meteen een paar foto's maken, denk ik. Ja, met een zwart achtergrond. Foto's van de petten maken. En dan ga ik die op Instagram, Snapchat, Facebook zetten. Maar ik ga nu eerst even eten maken voor mezelf. Want I got hungry. I'm hungry. This man is hungry. Man. Lekker. Heerlijk, zo rustig thuis hier. Ja? Niemand thuis, behalve Moesie. Die heeft vakantie. Zo, ik ben weer boven. Ik heb lekker ei gemaakt met gebakken banaan. En dan ga ik nu even lekker eten. Zo ziet de shit eruit. Some lekker shit. Smaakt goed. Oh, jongens, ik ben klaar met de foto's maken. Gaan ze zo op de website even een paar bewerkingen maken. En dan gaan ze de website op. Best wel lachen, joh. Een beetje kijken, een beetje oefenen met foto's maken. Het is niet zo mooi weer vandaag, joh. Maar wel lekker. Een beetje last van mijn borst. Van het liggen en zo. Met foto's maken. Ja. Hier zo is... Fotoshoot een beetje gebeurd met een kast. Het is veel ruimte daarvoor, dus moet het hier doen in mijn klein kamertje. Wacht, net een klein foto's maken. Ik zit te denken, joh. Ik zit te kijken. Met die ad van de reclame, joh. Wat dat woord, ik ben echt benieuwd. Het is best wel een leuke ad. Het is echt een leuke reclametje. Leuke advertentie. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Maar ik ben benieuwd wat het wordt, wat het uit mensen gaat trekken en zo. Wat mensen ervan gaan vinden, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben nieuw in dit wereldje, ik ben nieuw in wat ik doe, dus ik doe gewoon wat ik voel.
en wat ik denk dat goed is. En ik wacht op de reacties, ik kijk op de reacties. Reacties vormen wat ik doe, vervormen wat ik doe. En daaruit voer ik uit wat ik moet verbeteren. Dus het is wel leuk. Het is een leuk proces, het is een moeilijk proces. Ik had nooit gedacht, eerlijk gezegd, had ik nooit gedacht dat ik met kledingaccessoires en eigenlijk in de modewereld bezig zou willen gaan en zou gaan. Maar het enige ding wat ik wou doen is dingen ontwerpen. Gewoon leuke dingen ontwerpen dat verkocht werd. Dat meer niet. Dat is het. Dat was eigenlijk mijn doel. En dat was niet echt mijn doel. Dat was iets wat ik leuk vond. Gewoon dingen ontwerpen, dingen uittekenen, uitwerken. En het gewoon de wereld inbrengen. Dat is wat ik leuk vond. Dat is waarvan ik hiel. Ik hou ervan om dingen te creëren die er nog niet zijn. Weet je? een funny quote is... You see things and you say why. What I dreamed is another world and I say why not. En ja. Zo zie ik het een beetje. Heel simpel. Ik probeer dingen te bedenken die er nog niet zijn. Ik probeer dingen te ontwerpen die er nog niet zijn. Ik probeer oplossingen te bedenken voor ideeën die er... Ik probeer ideeën te bedenken voor problemen, als het ware. Dus ik probeer problemen op te lossen door ideeën erbij over na te denken. Dus zoals het begon met de riem. Van de riem ging naar het pet. De idee voor de broek als het ware, dat de broek niet onder je riem uitzakte, ja, dat was niet echt een succes. Nu is het naar de pet gegaan. De pet, dat gaat goed, dat loopt wel. Ik verkoop er op zijn minst, als ik echt een beetje goed mijn best doe, verkoop ik er tussen de 20 en de 30, als ik echt mijn best doe. Maar dat gaat wel. En nu wordt het weer uitgebreid binnenkort, maar ik laat jullie het wel zien. Maar ik had nooit gedacht dat ik bij de mode wereld zou gaan werken. Dat heb ik echt nooit gedacht. Ik vind het wel leuk. Ik kwam op een heel leuk en interessante manier achter eigenlijk. Toen ik bezig was met die andere idee. Met de broekhouder als het ware. Zo noemde ik idee voor Dream. En toen ik daarmee bezig was, zat ik een nacht gewoon te kijken. Een beetje te plannen hoe ik het best kon verkopen en zo. En ik zat erover na te denken. En het schoot ineens te binnen van... Hey, je bent bezig met kleren, weet je wel. Je bent bezig met het vormen, verfijnen van... een manier van kleren, kleding. Van kleden. Ja? Het essentiële... hele kleine foutjes herstellen. Met de kledingstijlen en zo. Dus ik kwam er heel langzaam achter dat ik het wel leuk vond om gewoon te tweaken, te kijken naar wat er beter kon in de kleding accessoires. Dus daar ben ik mee, ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. En daar had ik het ontdekt dat ik wel iets ervoor voelde. Het trok me wel, het was wel een passie voor mij, net zoals het creëren. En nu is een passie voor mij verkopen. En dat blijkt nogal lastig. Het is moeilijk om verkopen. Dingen verkopen is lastig. En het begint met de vrouw. Heel simpel, met de vrouw. Waarom doe je het? Waarom doe je wat je doet? En daar, ja, daarmee begint het, weet je. En de reden is voor mij heel simpel. Ik wil de gedachten van mensen veranderen. Ik wil de manier van mensen, de manier waarop mensen denken dat dingen gaan, wil ik veranderen. Want ik merk dat mensen heel vaak te veel nadenken over wat ze willen gaan doen. En het grappige is, als je te veel nadenken over na gaat denken, ga je meestal al redenen bedenken waarom je het niet moet doen. Niet waarom je het wel moet doen. Zo werkt ons brein meestal. En dat heb je niet door, maar het gebeurt. Ja? Zo werkt het brein van de mens, van de homo sapien. Zo werkt hij een beetje, weet je wel. Een beetje een negatieve kant op. Nou, onze brein is gemaakt om ons te beschermen. En niet om ons te vervullen. Het vervullen is een stuk van het bewustzijn. Dat is een keuze dat je moet maken. Je moet bewust zijn van wie je wilt worden, weet je wel. En het doel van ons bedrijf, van het bedrijf, is heel simpel. We willen
kleding en technologie samen gaan brengen. Kleding en technologie willen we samen gaan brengen. Weet je? Hier is bijvoorbeeld een idee die ik erin gooi. Stel je voor dat je in de trein zit, weet je wel. Ik zat afgelopen jaar, 2016, zat ik best wel vaak in de trein. Dan zat ik heen en weer te reizen, naar plekken te bezoeken, winkels. Als het ware winkels inlopen om te kijken wie er geïnteresseerd was in de prullen, weet je wel. En ik luisterde heel vaak muziek. En ik kwam tegen het probleem op dat ik het best wel vervelend vond dat ik de hele tijd mijn telefoon uit mijn broekzak moest halen. Omdat ik van mijn muziek wilde veranderen. Ik zat niet zoveel op alle social media ellende, dus ik had niet zo vaak mijn telefoon in mijn hand. Ik deed muziek op en ik zat gewoon om mee te genieten. Dus liep er tegenaan dat ik dat probleem had, dat ik dat vervelend vond. Dus ik bedacht dit. Stel je voor dat je broek, dat er een knop zoals er op de iPhone 6 zit, weet je wel, zo'n fingertouch ding, op je broek zou zitten. En als je telefoon in je broek hebt en je wilt van muziek veranderen bijvoorbeeld, dat je gewoon heel simpel gezegd je vinger op je broek houdt, gewoon zo op je broek houdt, en dat er een klein schermpje komt hier zo, of ervoor, maakt niet uit, maar dat er een klein schermpje komt. Waarmee je muziek kan veranderen. Alleen je muziek en misschien nog meer dingen. Maar alleen je muziek. Dat is gewoon. Dat is zo'n simpel idee. Om uit te voeren. En het kost veel geld. Maar weet je. Dat is zo'n simpel idee. En ik gooi hem erin. Omdat ik wil dat je een beetje bewust wordt van jezelf. Ga nadenken. Van hey man. Ieder idee die je krijgt. Die in je hoofd is. Kun je werkelijk uitvoeren. Een idee die je krijgt is er om uit te voeren. Je krijgt geen ideeën in je hoofd die niet uitvoerbaar zijn. Dat is onmogelijk. Ieder idee dat je krijgt in je hoofd is mogelijk. En het kost geld, het kost vriendschap, het kost moeite, het kost emotie. Het kost allerlei dingen om het uit te kunnen voeren. Je gaat door een achtbaan en het kost gewoon veel moeite om dat te doen. Maar, weet je, ik heb voor mezelf geleerd om, ja, wat ik lastig vind is wat als het ware is dit. Ik vind het lastig om naar mensen te gaan en te zeggen van, hey, zou je me willen helpen met dit idee? Dat vind ik persoonlijk heel lastig. Dus ik ben daar niet zo van. Maar je zou best naar iemand kunnen gaan van, hey man, dit is een idee dat ik heb. Zou je me willen helpen? Zou je het samen met mij willen uitwerken? Zo nee, dan niet. Zo wel, dan wel. Ik persoonlijk vind dat lastig om te doen. Dus ik doe het graag aan mezelf. Maar dat is een klein ideetje dat ik nu laat zien. Ik heb nog meer ideeën daarover. Over kleding, kleren en technologie samenbrengen. En het grappige is, kleren en technologie samenbrengen, daar zit één essentiële ding tussen en dat is muziek. Muziek en kleren. En het leuke is in de advertentie dat ik maak, zit dat in. De kleine ding dat ik moet één dingetje doen en dat is, je hebt 22 namen op de lijst staan. En op die lijst staan de meest bekendste merken ter wereld. En het zijn er 22 en je moet een beetje uitvogelen. Ik weet niet hoe het spel heet. Meestal deden we het op basisschool, middelbare school heb ik het ook even gedaan. Dat je een woord opschrijft en dan dat je bijvoorbeeld B opschrijft en dan een streepje, 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 streepje en dan een eindletter, weet je wel. En dan moeten mensen gaan raden wat het woord is en zo. Zo werkt het een beetje. En zo heb ik het een beetje ingesteld. Ingewerkt, laat ik zo zeggen. En zo werkt het, dus ja, het is wel lachen. Ik zou zeggen, neem je gok als je hem tegenkomt. Het ziet er best wel simpel uit, maar ja. Wat zijn de bekendste merken? Stuur een link door. Gewoon stuur, wat zijn die merken? Wat zijn de namen van die merken? Stuur het onder de berichten, weet je wel, als je het weet. Als je alle 22 kan raden, dan krijg je een gratis pet. Een gratis pet naar jouw keuze. Met een logo naar jouw keuze. Weet je, ik heb maar twee soorten petten. Ik heb een witte en een zwarte. Maar als jij alle 22 namen goed kan hebben, zonder een fout te maken, dan krijg je een gratis pet. En dit is voor de winnaar. Dit is voor de winnaar. Dus weet je, speelt spel. Ik zet hem erop. En ik heb hem wel op de. Ik zet hem er twee keer op. Eentje hier zo.
Bij de vorige heb ik heb ongeveer 3 minuten, 4 minuten terug heb ik hem gezet. En ik zet hem weer aan het eind. En aan het eind laat ik hem iets langer rollen. Dan kun je een beetje kijken. Als je hem pauzeert, dan kun je werk maken ervan. Maar het is wel een leuk quizje. Als je ze allemaal kan raden, dan krijg je een leuk petje. Gratis pet. Maar we zien wel wat het wordt. Maar dat is ons doel. We gaan kleding en technologie samenvoegen. We gaan er één van maken. Binnenkort is dat niet meer gescheiden. Dat zijn één van de essentiële dingen, weet je. Het grappige is, de aandacht. Wij zijn echt op zoek naar de aandacht. En de aandacht zit echt in dit plek. Dit plek. Technologie. Hier is de aandacht gericht. Op Facebook en al die ellende social media. Ja, de meeste mensen zitten tegenwoordig zo. Ja, op hun telefoon te kijken. Kijk eens even om je heen als je rondloopt. Ik garandeer je, tussen de eerste 5 mensen dat je ziet, zitten er 3 of 2 op zijn minst, zitten er op hun telefoon. Als je rondkijkt. Geheid. Dus ja, dat is het. Ik ga nu de video of foto's die ik net gemaakt heb, die ga ik even bewerken en uploaden op je Instagram of YouTube. Check it out. Like it. And see you later. You have absolute control over only one thing, and that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.